De verbouwing van Lindeboom Bierbrouwerij heeft weer een cruciaal punt bereikt. Omroep regio Leudal was erbij. Nou, dat is natuurlijk een mijlpaal, want er komen 6 cilinder condense tanks bij met 650 hectoliter inhoud. We hadden 4 tanks met een inhoud van rond de 550, 600 hecto. Maar zijn er dus 6 met 650 hecto. Dat wil zeggen, we kunnen onze brouwcapaciteit kunnen we beter plannen en uitvoeren. En kwalitatief kunnen we hier met deze uitbreiding veel betere bieren maken als dat we op dit moment doen. Dus wij denken ook in de toekomst de kwaliteit nog te kunnen verhogen. Dus u praat over kwaliteit, u praat niet over hoeveelheid bier die u meer gaat maken. Nou, de opslagcapaciteit die we hier installeren is eigenlijk voldoende om de oude lage kelders die we hebben liggen. Daar liggen 18 tanks, plus 18 tanks van 280 hectoliter, plus 10 van 300 hectoliter. Die capaciteit kunnen we straks uiteindelijk in deze lage tanks, of in gisteren lage tanks, compleet kwijt. Dat wil zeggen, onze oude lage tanks kunnen we gebruiken voor onze speciaalbieren en eventueel als buffer voor wat drukke momenten. Dus we gaan in de opslagcapaciteit gaan we vooruit, maar ook in de flexibiliteit. U noemt het ketels. Ja, ik noem het maar even ketels. Wat gaan deze dingen voor u doen straks? Wij noemen dat cylinder conus tanks, CKT's. Ze zijn cilindrisch en ze hebben een conus, taps toelopend. Dat wil zeggen, we kunnen daarin vergisten. Dat wil zeggen, de wort die we maken in het nieuwe brouwhuis wat we een paar jaar geleden neergezet hebben. Die wort, die komt met 100 hectoliter in de tank. En er komen 5 brouwsels per dag in deze tank. Dus ongeveer 550 hectoliter. De tanks zijn 650. Maar je hebt kopruimte nodig om dus wat schuim op te kunnen vangen. De eerste fase van dat proces, dat noemen wij de vergisting, dat duurt 7 dagen. En daarna gaan we de temperatuur van de vergisting gaan we verlagen tot ongeveer 0 tot 1 graad Celsius. En dan ligt die 4 tot 5 weken op deze tank. Daarbij hebben we dan uiteindelijk de goede lagertijd en de vorm van de smaakstoffen en de schuimvorm, etc. hebben we dan in de goede hand. Over hoeveel tijd zal deze ketel gaan functioneren? Nou, het gebouw is klaar, dat heb je gezien. De tanks staan vandaag op de plek. We hebben de koelleiding al gelegd. We hebben de koolzuurafvoerleiding gelegd. We hebben de reinigingsleidingen gelegd. Dus in principe kan dat over 1 of 4 weken, denken we, in gebruik genomen kunnen worden. Wij moeten nog wat installeren. De aansluiting van de tanks. We gaan de tank grondreinigen. En dan gaan we een tank vullen om te kijken hoe het in de praktijk functioneert. Nou, we zouden bijna zeggen, we gaan u kritisch volgen. Maar we zullen afspreken, we gaan u op een gezellige manier volgen. Ja, dat is goed. Oké, je bent welkom.